Hey, ik ben Marshall hier van een succesvol bedrijf en ik wil je graag laten zien wat LinkedIn voor jou kan betekenen. 6 miljoen LinkedIn gebruikers hebben wij in Nederland. Hoe belangrijk is het om op dat platform aanwezig te zijn? Heel belangrijk. Want de sales is veranderd. Mensen kopen nu anders. Zoals je misschien wel weet is dat meer dan 70% van die kopers hun kopersreis zelf afleggen. Waar je vroeger gewoon nog koud kon bellen en een afspraak kon maken en direct in het eerste gesprek kon sluiten, of jouw product of dienst kon verkopen, is het nu voor hun veel belangrijker dat ze exact weten dat ze met de juiste mensen in zee gaan. En dat ze relaties opbouwen en dat ze het vertrouwen hebben. En dat betekent dat wij als verkopers en dat wij als bedrijven die onze dienst aanbieden aan die personen, dat we mee moeten gaan met die koper. En dat is zo belangrijk. Dus als zij op zoek gaan in het beginstadium naar die content, naar die informatie om een probleem op te lossen. Want immers, alles is al op het internet te vinden. Het grootste probleem zit er meestal in de implementatie of de uitvoering. Is dat als je voortijdig aanwezig bent, dus door, door jouw content, door jouw video's en dergelijke, waarin je je expertise demonstreert aan hen. en zij komen er onder de aandacht van jouw content, dan kan dat een. Succesvol punt zijn. Daar hebben we de No-Like Trust Factor voor. De No, ik ken jou, knowing. Like, ik, ik, ik like je berichten, ik deel het, ik, ik begin een beetje fan van je te worden. En de Trust Factor is natuurlijk het vertrouwen wat je daarin opbouwt, dat ze echt met jou willen gaan samenwerken. Een webbouwer, nog een mooi voorbeeld. Een webbouwer die voor iedereen websites maakt, zal zich nooit onderscheiden. Krijgt ook klanten van her en der. Als je je verdiept in jouw niche en je maakt daadwerkelijk keuze, een keuze om wel de verdieping te zoeken, kun je makkelijke klanten voor je te winnen. Voor je winnen. Uh, zo, zo is een webbouwer die specifiek websites maakt voor therapeuten, kan zich focussen op alle plugins en, 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 en specifieke punten die een therapeut heeft als die moet denken aan een website. En als jij als webbouwer dus die mensen ook specifiek helpt, je kunt er dieper in duiken, kun je hen helpen. En als je LinkedIn profiel of jouw website dan heel gericht eruit ziet, specifiek voor therapeuten, dan komt iemand op jouw website of iemand komt op jouw LinkedIn profiel en die ziet dat jij demonstreert dat jij daarvoor de expert bent. Wat gebeurt er dan als je wellicht geautomatiseerd via LinkedIn kijkt naar die doelgroep? En vergis je niet in de technieken en de krachten die LinkedIn bezit. Als je naar die doelgroep kijkt en ze kijken terug en ze zien dat jij de expert ben op dat gebied, dan is de kans groot dat ze meer van jou willen zien. En op het moment dat ze een nieuwe website nodig hebben, weten ze exact bij wie ze zouden moeten zijn. Hoe mooi zou het zijn dat, nou laat ik het zo zeggen, weet je, vroeger was het dat we hadden een website nodig waar onze bezoekers terecht konden voor onze diensten. Wij doen dit en wij doen dat en et cetera waar tot een aantal jaar terug we gingen vorderen naar e-mailmarketing. We moeten onze websitebezoeker vatten en opvangen in een in e-mailsysteem... Een e waar ze hun naam en e-mailadres e natuurlijk weg, of, uh, in kunnen zetten. Achter kunnen laten. Zodat ze van ons iets krijgen aan informatie in ruil voor dat e-mailadres. En waar je nu ziet dat op het LinkedIn-profiel de content wordt geschreven om de kracht te halen zodat we al die bezoekers op ons LinkedIn-profiel makkelijk kunnen traceren. We kunnen van de therapeut zien met wie ze zijn geconnect. We hebben natuurlijk een foto erbij. We hebben extra, heel veel extra informatie van die mensen en wat hun bezighoudt. En in welke fase zij zitten van hun koopproces. En door slimme technieken en methodes toe te passen, kun je daar heel tactisch mee omgaan. En daar ook leads, omzet en nieuwe klanten uithalen. Dat is LinkedIn. Zorgen dat je die relaties opbouwt. En hoe mooi zou het dan zijn dat jij al die therapeuten in jouw LinkedIn-netwerk hebt. Dat als je op een dag content deelt met jouw netwerk, dat zij dat allemaal zien. En dat zij kunnen reflecteren en kunnen engageren met jou. En een relatie met jou kunnen opbouwen. Zodat jij succesvol kunt zijn op LinkedIn. Mijn online training gaat daarover. Mijn online training gaat over. Hoe je dat klantgerichte profiel opbouwt. Hoe je snel en gemakkelijk content kunt creëren. Maar ook hoe je op, en dat is nog maar weinig gebruikte techniek, op LinkedIn succesvol, snel leads kunt genereren. Relaties kunt opbouwen. En die lange termijn strategie kunt aangaan op LinkedIn. Zeer, zeer succesvol. En weinig mensen die er nog maar gebruik van maken. Klanten van mij hebben duizenden profielbezoekers per maand op uw LinkedIn profiel van alleen maar de juiste doelgroep. Jij kunt ze daar inspireren. En ik laat natuurlijk weer mijn e-mailtechnieken en mijn templates laten aan je zien en weet je, het is gewoon waardevol om die te gebruiken, want daar kun je echt wat mee. Ik laat ook de successen zien van een aantal klanten van me. Hoe zij een blog een LinkedIn blog creëren met meer dan 60.000 views. Hoe ze daaruit meer dan 700 leads genereren voor zichzelf. Die ze tot op de dag van, de, van vandaag nog steeds kunnen gaan gebruiken. Drie stappen. Eén is meld je natuurlijk aan voor die, voor die LinkedIn-training. Zorg ervoor dat je erbij bent. Ik geef niet zo heel veel online trainingen. Er zijn maximaal 400 plekken beschikbaar. Zorg dat je erbij bent. Punt twee. Zorg dat je even met mij connect op LinkedIn. Ik deel heel veel tips. Uh, ik, ik deel met je een aantal belangrijke successen die kunnen leiden naar de volgende stap op je LinkedIn-profiel. Waardoor je echt gaat zien dat het gaat werken voor je. En stap 3 is: download mijn nieuwe roadmap. Ik heb een nieuwe roadmap gemaakt, 2.0. Waarbij ik het nog makkelijker voor je heb gemaakt. En ik laat in acht stappen zien wat die successen zijn om die strategie te volgen. Zodat je er wel omzet, leads en meer vrijheid kunt krijgen. Want dat is heel belangrijk. Oké, okay, ik hoop je in ieder geval snel te zien. Uh, tot aan de andere kant, schrijf je snel in en ik uh, zie je snel in die online training. Oké, okay, ciao.